De autoriteiten hebben uit voorzorg besloten om de avondklok aan te scherpen. Vanaf morgen, dat is donderdag 30 december, geldt er een uitgangsverbod van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend. De openingstijden van commerciële localiteiten en restaurants zijn nu van 5 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. Dit werd vanmiddag bekendgemaakt op een spoedconferentie belegd door de ministers Amar Ramadien van Volksgezondheid, Kenneth Amoxie van Justitie en Politie en Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Ramadien zegt dat er is gekeken naar de haalbaarheid van de maatregelen. Zojuist net een paar weken terug een daling in de vierde golf hebben gehad. We zijn uit de vierde golf gekomen. We hadden zelfs een percentage onder de 10% aan besmettingspercentage. We hadden feitelijk het absolute aantal patiënten ook heel weinig positieve. En daarmee was ook duidelijk zichtbaar de druk op de gezondheidszorg afgenomen. We hadden zelfs een moment dat er 2 tot 3 patiënten op de intensive care units opgenomen waren met verschijnselen van ernstige COVID-19. Deze situatie is sinds het afgelopen weekend drastisch gaan veranderen. We hebben gemerkt dat het percentage niet alleen, maar ook het aantal absolute besmettingen is gaan stijgen. Onze R, de R, het reproductiegetal, welke onder de 1 hoort te zijn om de pandemie klein te krijgen, is nu 1,2. Dit betekent dat elke 10 besmettingen weer in staat zijn om 12 personen te besmetten. Maar neem ook mee de variant of concern, Omicron. De minister zegt verder dat het is gebleken dat er veel onwelwillendheid is onder de samenleving om zich te laten testen op het coronavirus. De gevallen van besmettingen met de Omicron-variant van het gevreesde virus is bij de buurlanden zeer zorgwekkend, meent de volksgezondheidsminister en vraagt daarom begrip van de samenleving voor de verscherping van de maatregelen. In een persbericht staat opgetekend dat de controle en surveillances voor beweging van personen op diverse plekken met de verscherping ook worden uitgebreid. Op bepaalde locaties zullen er controlepunten worden opgezet om het naleven van de regelgeving in de gaten te houden. De waarschuwing is dat bij overtreding van de maatregelen het risico bestaat voor het in beslag nemen van goederen, het intrekken van vergunningen en het opleggen van zware boetes. De nieuwe maatregelen gelden tot nader orde.